Als ik voor het eerst een nieuwe stad ga bezoeken, dan doe ik dat meestal niet in mijn eentje. Vaak doe je uitjes toch wel met je moeder, met je vader, met je vriendinnen, met je broers, met je zussen. Er zijn ook mensen die er helemaal alleen op uittrekken en ik bewonder dat altijd heel erg. Vandaar dat ik vandaag in plaats van met iemand, zonder iemand, helemaal in mijn eentje een nieuwe stad ga bezoeken. Ik ben Teske en dit is Loken Zonder Motief. NS vroeg me om een reis te maken met de trein en de OV-fiets. De stad Leiden werd me aangeraden en daarom ging ik daar naartoe. Ik ben in Leiden en ik had dus een hele leuke hotspot uitgezocht in Leiden, namelijk de tuin van de Smit. Alleen, er gaat geen bus naartoe. Dus ik ga straks bij station Lammerschans ga ik een OV-fiets pakken. Dan kan ik er gewoon lekker naartoe fietsen, hoef ik ook niet te lopen. En dan ga ik hier mijn OV-fiets pakken. Got it. Even kijken hoe ik moet fietsen. Ik ben nu dus bij de tuin van de Smit. Dit ligt in een soort van natuurgebied. Ze hebben hier een café, je kan hier eten. Ik ga hier nu lekker lunchen. Maar ze hebben hier dus ook dieren. En dat is waarom het voor mij de doorslag kreeg. Volgens mij kan je ook van alles plukken hier. Ik ga het in ieder geval zien. Ik ga eerst even mijn fiets stallen. Dit is schattig. Dan ga je nu stoppen als ik hier naartoe kom lopen. Kijk. Ik weet nou niet of ze elkaar aan het bijten zijn of dat ze gewoon aan het knuffelen zijn. Hey, zullen we knuffelen? Ja, wil je knuffelen? Hey. Echt een hele goede aanrader dit als je van natuur houdt en van dieren en van paarden. Die even hallo willen zeggen tegen de camera. Goed, ik ben nu hier geweest, maar ik kan natuurlijk niet terug naar huis gaan zonder ook nog Leiden Centrum te verkennen. Dus daar ga ik nu naartoe fietsen. Dit was echt mega leuk. Ik loop Plum binnen en er werkt blijkbaar een meisje dat Clemens kent. En Clemens is mijn pianist. En ze heeft me gelijk allemaal tips gegeven. Dus ik ga nog wat leuke straatjes bezoeken. Dit voelt echt als Amsterdam. Alleen dan gewoon een stuk rustiger. Wel echt heel erg leuk. Ik vind het echt een hele leuke stad. Ik weet niet of de mensen in Leiden vandaag extra blij zijn of dat het altijd zo gezellig is hier. Maar ik heb echt een hele leuke dag met allemaal leuke mensen. Het is tijd om naar huis te gaan. Dank je. Doeg. Oké, ik ben weer terug op het station en ik wacht nu op de trein. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje sceptisch was in het begin over de OV-fiets. Ik ben echt heel erg gehecht aan mijn auto. En eigenlijk ga ik daarom altijd met de auto. Maar met auto heb je wel parkeerkosten, je kan niet overal komen. En ik ben nu met de fiets door Leiden gegaan de hele dag en het was zo super chill. Ik dacht van tevoren van ja, gaat het wel echt heel fijn zijn? Is het wel een makkelijk systeem? Je loopt letterlijk daar binnen, je geeft je OV-chipkaart en ze geven je een fiets mee en je levert hem erin. Simpel als dat. Dus wat mij betreft een heel erg geslaagde dag. Ik vond Leiden ontzettend leuk. Ik ga nu weer lekker terug naar huis en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, inmiddels ben ik weer thuis. Ik heb echt een hele fijne dag gehad. En dat had ik eigenlijk niet verwacht van tevoren, omdat het zo in mijn eentje was en ik de stad nog helemaal niet kende. Maar het was eigenlijk wel heel erg rustig en heel chill, dus dat was echt heel fijn. Mocht je nou ook zo'n uitje willen maken, dan moet je even in de beschrijving kijken, want NS heeft een hele leuke kortingsactie voor jullie. En dan hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Heel erg veel hartjes en tot de volgende keer. Doei doei!